Goedemorgen allemaal. Welkom bij de Vitaal Voedsel Community Bijeenkomst bij de VU. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Een heel bijzonder moment waarbij we verschillende netwerken en ecosystemen samen laten vloeien. Waarin we van elkaar gaan leren en geïnspireerd raken over de echte waarden die we met elkaar hebben en welke mooie stappen we kunnen doen. We could be systemically addressing these things. If food was more nutritious across the board, so many, many systemic things could be addressed. If this is true, if this is possible, wouldn't this be cool if it happened? Mijn naam is Rieneke Dijkinga. Ik bemoei mij eigenlijk al 20 jaar met voeding, gezonde voeding. Wij weten ook veel en veel te weinig dat onze gezondheid 1 op 1 gelieerd is aan de gezondheid van de aarde en van de bodem en van het water en van de lucht. Weet je, we zijn wel overvoed, maar we zijn nog steeds heel erg ondervoed. This is our time. What's gone before, we can't really go back and change. We have to deal with what is now. Live their dreams, live the way, live the change we want to see on the earth. Equality and joy and love and abundance. Naar een andere dimensie hier op de aarde. En de oude systemen, die gaan het niet meer redden. Dus we gaan iets nieuws bouwen. De trilling gaat omhoog. En alles moet mee. Het gaat gebeuren. Ook de wetenschap gaat veranderen. De wetenschap die sterk in het hoofd zit, die denkt in bewijslast en dergelijke. We hebben hier ook staaltjes gezien in de verschillende workshops, dat het ook anders kan. We willen wel de stap maken naar de wetenschap, maar ook vanuit het hart en het gevoel, de intuïtie. En ik zie ook dat er misschien nog wel universiteiten gaan aansluiten bij ons. Dus we moeten het verhaal kunnen vertellen om de wetenschap mee te krijgen. Maar we willen laten zien dat die beide kanten, zowel het gevoel, de intuïtie, experience-based, zoals we in de workshop met Marion dat gehoord hebben, dat ook evenveel waarde gaat krijgen als de pure evidence-based.